Laat me eruit! Ik ben opgesloten! Laat me eruit! Oh nee, we moeten ontsnappen uit de best beveiligde gevangenis. Hallo, vriend? De beveiligers hebben een pauze. Dit is onze kans om te ontsnappen. Oké, we gaan snel. Dit schijnt echt een hele moeilijke ontsnapping te zijn. Waar ga ik heen? Oh jee. Oké, de hele vloer valt hier weg. En lava. Er zit lava. Nee, niet erop staan, vriend. Au, nee. Daar gaat al iemand naar beneden. Oh, er is hier een sleutel. Waarvoor heb ik die nodig? Ik ga kijken of ik sneller kan ontsnappen dan de anderen hier. Ik heb een sleutel. Yo, wie heeft er... Waarom? Waarom ging dat ding naar beneden? Volgens mij omdat zij erop stond. Oké, dit is best wel lastig. Hoe gaan we hier uitkomen? Moeten we op de potten... Ik ben te dik. Oh nee. Alle potten breken. Oké, dan ga ik wel hier naar boven. Ik denk dat ik hier overheen moet springen. Oh, dat ziet er niet veilig uit. Zien jullie dat? Ik zeg... Wie bouwt er zulke slechte planken? Oh, hier ook. Ik zie het al. Oké, dat was op het nippertje. Die ging ook sowieso breken. Welke kant moeten we op? Moeten we naar rechts? Oh, hier is hij weer, onze vriend. Spring op de beveiligers hun hoofd om ze te verslaan. Oké, dat kan ik. Ik zie alleen geen beveiliger. Is dit de beveiliger? Was dit... Oh, nee. Of was dit iemand die ook probeerde te ontsnappen uit de gevangenis? Oké, we moeten oppassen. Oh, ik zie daar een beveiliger. Hallo, halt. Oh, nee, wacht. Dat moet jij zeggen. Ik wil er langs. Dat wil ik zeggen. Hij komt. Spring. Ik kan er niet op. Ik heb hem. Oké, ik ben al heel veel levens kwijt. Ziet het rechtsbovenin. Oh, dit wordt nu wel heel moeilijk. Gaat het nu wel lukken om te ontsnappen? Ik wil ontsnappen uit een toren en ik loop verder omhoog in een toren. Dat is niet echt logisch, maar ik heb nog wel een sleutel. Wie stopte het werkende kruisboog in? Ik dacht dat dat de sleutel was die ik nodig had. Vind de sleutel in een van deze kisten en open de deur. Nee, maar ik heb al een sleutel. Kijk, die heb ik in mijn handen. Oh, dat is een andere sleutel. Oké, welke zou het zijn? Het is er sowieso niet rechts voor. Is het deze? Neem me op! Dan is het... Oh, nou, ik zie dat daar al vuur in zit. Dan zal het wel deze zijn. Yes! We hebben een gele sleutel. Die hebben we nodig voor deze deur. Oké, we zijn goed op weg. Ik weet niet of ik hier iets moet doen. Moet ik met het luik? Nee, oké. We gaan door. We zijn nog steeds aan het ontsnappen. Oh, ik wil net zeggen, ik zag daar een touwtje. Die zag ik echt net precies. Die meneer had hem niet gezien. Dus ik spring over het touwtje heen. Oh, dit is echt een gevaarlijke plek, jongens. Wat voor moeilijke valstrikken gaan we nog meer tegenkomen? We gaan hier omhoog. We moeten dus opletten voor touwtjes, voor loszittende stenen, voor alles eigenlijk. Oké, ik moet hier overheen parcouren. Kunnen jullie liken en abonneren in de tijd dat ik overheen spring? Je tijd start nu. Oké, stop. Dat was echt heel kort. Ik ben heel benieuwd of het gelukt is. Oh nee, dit is ook weer een... Oh, ik wil dat zeggen. Die brug breekt gewoon. We gaan hier overheen. Het is wel een stinkende gevangenis. Ik vind wel dat ze een beetje mogen werken aan de hygiëne van deze gevangenis. Ah, weer een guard. Oké, ik heb hem. Wat gebeurt hier? Nog niets, maar... Oh, daar is mijn vriend. Wat zegt hij nu? Klik op de lever om de brug naar beneden te laten komen. En spring dan op de bewaker. Oké, dat is een duidelijk verhaal. Deze. Ja, en we gaan. Oh, het is gatenkaas. Het is gatenkaas, dames en heren. Oké, twee beveiligers. Dat is meer dan één. Oké, ja, ik heb hem. Oh, nog één. Bam. Ik ben nu wel beter geworden in het springen op die beveiligers. Oké, dit zijn berenvallen. Ik ga me niet vertellen dat hier ook nog beren zijn. Achter mij. Oh nee. Het is gewoon een... Oké, gaan berenvallen ontwijken. Hier. Als dit de berenval is, kijk hoe groot ik ben. Hoe groot moet die beer wel niet zijn? Ik denk, oké, ik ga een plaatje hiernaast plaatsen. Als je kijkt naar mijn mannetje, zo groot denk ik dat de beer... Ja, dat is een grote beer. En wat zie ik daarachter? Oh, nee. Is dat een vliegende beer? Die gaan we straks tegenkomen. Dit gaat zo moeilijk. Dit gaat zo moeilijk worden. Maar we redden het nog. We gaan verder in het kasteel om te ontsnappen uit deze gevangenis. Nog een bewaker. Jappa! Kan ik niet deze pakken? Ik wil ook een zwaard. Oh, dat was een emmer. Ik schrok. Klonk alsof er iets kapot ging dat ik naar beneden ging vallen. Wat is dit? Fat paps. Fat paps. Oké, we zijn er overheen. Ik struikelde. Ik ben blij dat er wel respawns in de buurt zijn. Ik was afgeleid door de YouTuber. Ik zag in één keer een YouTuber. Oké, we springen hierop en dan daarop. Let op het afstapje en dan de vaas. Ik haat vazen. Weg met die vazen. Emmers vind ik wel leuk. Jij mag wel blijven. Naar boven. Oh, ik zie hier heel veel touwtjes. En ik vertrouw dit voor geen meter. Oh, nog meer touwtjes daarachter. Hoe is het mogelijk? Hoeveel touwtjes hebben ze gekocht? Zijn ze naar een bouwmarkt geweest? Oké, we hebben het overleefd. Lava. Nog meer lava. Ik vond het al zo warm hier. Oké, kom op. Spring goed. Ding. Is dit veilig? Ik weet niet wat het is. Oké, het is veilig. Ik dacht, er zit een barst in. Dat zal vast niet veilig zijn. Wat was dat geluid? Ik hoorde opeens een geluid. Oké, dit is moeilijk.
Oké, dit ging goed. We gaan weer omhoog. En waarom kan je hier naar beneden? Is hier een geheim? Ik hou van geheimen. Geheime deur? Nee, niets geheim. Pas op voor de valstrikken. De laatste persoon heeft lava aangeraakt. Wat voor valstrikken? Komt er hier lava omhoog? Nee, toch? Ja, het lijkt alsof... Oh, hallo! Die had ik niet gezien. Oké. Maar wat is de valstrik dan? Mag je niet hier op de grond? Ik ga heel snel op de grond en dan door. Oh, ik was eruit! Ik was eruit! Waarom moet ik dat dan toch weer testen? Ik ben veel te nieuwsgierig wat er dan gebeurt. Oh, wat is dit? Een koning? Zijn we bij de koningskamer? Ik wil ook zo'n kamer thuis. Gewoon ergens onder mijn huis. Zo'n mega kelder. Met vuur, lava en een standbeeld van mezelf. Hoe mooi zou dat zijn? Wow, kijk naar deze tempel. Ik ben benieuwd wat erin is. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik denk meer valstrikken. Maar we weten ook nog dat we die draak hebben gezien. Dus er gaat ergens nog een draak komen. Terwijl wij proberen te ontsnappen. Hallo, tempel. Zit iets achter de tempel geheim? Nee, ook al niet. Ik wil geheimen vinden. Oké, we gaan in de mond. Wee. Wat een mooie trap. Oh, jip. Wat is hier? Oh, nee. Nog meer valstrikken. Spring op de boot en trek aan de lever. Je kan respawnen. Oh, je kan een boot respawnen als de buttons blauw zijn. Oké, ga op de boot springen en ik klik op de lever. Oh, was dit een goede keuze? Was dit... Oh, nee. Snel boot. Dan ging net op tijd. Hou je vast, iedereen. We gaan naar beneden. Oh, wat een sprong. Snel van de boot. Oh, snel van de boot. Wow. Ik heb nog nooit zo'n bootritje meegemaakt. En een bewaker. Point. We hebben je aangepakt, bewaker. Ik heb het gevoel dat we toch in de buurt komen van de Oh, wat is hier nou? Moet ik daar dan in gaan staan? Hij is weer wakker. Oh, en hij is weg. Voordat ik in deze kooi ga staan, vergeet niet even het eerste linkje in de beschrijving te klikken om onze Roblox groep te joinen. Tijdens livestreams geef ik gratis pets weg en andere leuke dingen aan mensen die in de groep zitten. Dus join zeker even. We gaan erin. Op de Oh, het is een lift. Ik heb nog nooit zo'n lift gezien. Oh, die gaat wel heel hoog. Waar gaan we helemaal heen? We zijn er bijna. We zijn er bijna. Oh, ik zag een doodshoofd. Dit ziet er eng uit. Pas op voor valstrikken. Oh, ik zie net iemand. Ik zie net iemand neergaan terwijl hij zegt... Pas op voor valstrikken. Dat is het moment dat je dus niet op zo'n ding gaat staan, vriend. Zal ik eerst? Hij wil mij sowieso trollen. Hij wil mij trollen. Hij wil mij trollen? Oké. Ah, ik wist het. Hij is op een ding gaan staan. Oude troll dat je bent. Oké, niet op de dingen hier staan. En blijkbaar ook niet tegen de spikes aan. Hij stond op de laatste spike. Wat een vlegel. Oké, niet erop staan. Niet erop staan. Niet erop staan. Ja, die laatste moet je wel raken. Oké. Oh, zo. Er wordt hier even kaas gesneden, volgens mij. Dit is ideaal als je zo'n best hebt. Doe je zo'n stukje kaas erom. 3, 2, 1. Ja, daar gaat de kaas. Hé, dat klinkt echt... Daar gaat de kaas. Dat klinkt als het gaat de kaas. Sorry, dat was echt heel... Oh, skeletons. Oké, we redden het. Ja, op de skeleton en op de ander. Double kill. Lekker gewerkt, jongens. Oké, we zijn hier bij een respawn. Ik klik op de lever. Oh, die start hem dan opnieuw. Nope. Oh, oké. Ja, ik moest blijkbaar eerder springen. Oké, doen de lever. En we gaan springen. En springen. En springen. En die kant. Wow, deze is gaaf. Oh, nou. En daar. Wow, dit is echt een hele coole trap. Ik wil er ook zo eentje in mijn woonkamer. Whee! Oh, er zijn hier weer valstrikken. Er zijn hier weer valstrikken. Oké, waarschijnlijk alleen als ik dat aanraak gaat er iets kapot. Kijk hoe groot die ridders zijn. Wow. Dat is een mega standbeeld. Oké, we gaan over de valstrikken heen. We gaan weer voor de dubbelkill. Kom maar, jongens. Kom maar. Yo. Hupsakee. Oh, zijn we vrij? Hebben we het einde bereikt? Nee, want we hebben nog geen draak gezien. Spring snel op een paard en vlucht. Oké, ik ga snel op een paard. Hier heb ik een paard. We vluchten. Ik denk dat we hier overheen... Ja, dit is een sterk paard. Die heeft goede bovenspieren. Wee. Paardje in galop. Niet in het water. Wow. Ik wil ook zo'n paard... Oh, hij poept. Oh nee, dat was gras. Ik dacht even dat hij aan poepen was. Oké, snel over de brug. Het brokkelt af. Oh nee. Woehoe, paardje. Ben ik nou tegen de bomen aangereden? Oké, blijkbaar zijn bomen dus gevaarlijker dan een brug die afbreekt. We gaan langs de boom. En we zijn bij het... Oh, het was ook echt net voor het einde. Oh. Kijk eens even, paardje. Ik heb voor jou... Oh, ik heb patro en hooi. Nou ja. Kijk eens even, guard. Boing. Dit, we moeten hier weer een lever omhalen. Oh, hebben we weer een lift? We hebben weer een lift. Dit wordt ook weer een stukje omhoog, jongens. Oh, nu zijn er 3 guards. Het worden er telkens meer. We gaan voor een triple kill. Gaan we eerst er langs? 1, 2, 3. Krijgt hij gewoon les met tellen. Oké, we zijn bijna bovenin. Kunnen hier een kleine pitstop maken. Oh, een draak. Oh, laat maar. Ik ga wel verder omhoog. Is hier een geheim? Oh, ik heb een secret key. Kan ik hier niet iets mee? Waar heb ik die voor moeten gebruiken? Nou, misschien komt het nu. Yo, dat is een grote draak. Pas op voor de draak. Het vuur. Ah! Verberg je in de zijkanten, oké. Wow, ik weet niet wat die gisteren heeft gegeten, maar dat is niet goed. Oké, snel. Naar de zijkant. Ah, dit is warm. Ah!
Had ik maar een worstje of een hamburger mee, dan kon ik lekker barbecuen. Oké, we zijn net op tijd. En rennen, rennen. En naar links. Dat ging net goed. Oké, draakje, ik ga tussen je benen door. We hebben het overleefd. Oh nee, dit zijn speciale beveiligers. Met mega zwaarden. Wie heeft er zo'n groot zwaard? Oké, we hebben het overleefd. Laten we snel de lever doen. Wow. De troon met een parcours. Snel, doe de lever open en open de deur. Dat heb ik net gedaan. Oh, oké, opa, ik doe het weer. Wat een mega deur. Oké, we hebben hier een parcours. Oh, daar ging iemand naar beneden. Die had geen zin meer in het parcours. Oké, verder omhoog. En hierheen. Wat is dit? Ik hoor allemaal dingen. Oh, we moeten daarboven nog verder. Oké, dit ziet er uitermate gevaarlijk uit. Laat ik er maar overheen rennen. Wee! Ik ga erin halen. Het is een race. Snel. Oh, oh, ze neemt een risico. Oh, nu daar gaat ze. Oké, mijn timing was echt heel slecht. Oké, snel. Snel. Oké, we hebben erin gehaald, jongens. Wij moeten sneller ontsnappen. Hier is ook nog iemand. Wat is dit? Moet ik op het wit? Hey, wacht eens even. Rood, wit, rood. Of heeft dit er niets mee te maken? Is dit een soort van puzzel? Ik weet zeker dat zij er gewoon overheen gaat, toch? Oké, weet je wat? Ik ga wel eerst. Oké, dat ging niet goed. Rood, wit, rood. Ja, ik ging op de eerste rood. Rood. Oké, dat is het ook niet. Hoe heeft hij het gehaald? Misschien moet je gewoon nergens op terechtkomen. Ik denk dat dat het is. Oké, ik dacht er is een soort van logica, maar nee, je moet er gewoon overheen. Oeh, er is hier een mega gevecht. Versla alle vijanden door op hun hoofd te springen. Dat kan ik wel. Oh, 20? Oké, dat wordt best wel moeilijk. Ik heb nog maar 1 leven. Dat ga ik echt never nooit halen. Oké, 6 van de 20. Oh, dit is moeilijk. Ik heb maar 1 hit. Oh, nee. Ah, verdorie. Ik had te weinig HP om mee te beginnen. Oké. Want dan raakt je ook gewoon als je erop springt. Oké, we hebben ze verslagen. Zijn we nu eindelijk vrij? Kunnen we naar huis? Ik wil naar huis. Ik wil ontsnappen. De secret key. Hier moet die in. Ja. En wat is dit? Wow, we hebben een badge gekregen. Ik de hele tijd zoeken naar het geheim. En dat was het. We zijn ontsnapt.